In de serie van twee video's gaan we kijken naar een belangrijk begrip uit het domein kwantumfysica, en dat is het fotoelektrisch effect. We gaan eerst eens even kijken wat is dat nou eigenlijk, dat fotoelektrisch effect. En dat is eigenlijk het volgende: dat onder invloed van opvallend licht, er elektronen kunnen vrijspringen uit de metalen plaat, zoals ik hier heb uh, gevisualiseerd. En men had ook al snel iets door. Op het moment dat je de kleur verandert van het licht, heeft dat ook invloed op dat verschijnsel van die elektronen die loskomen. Pak je bijvoorbeeld paars licht dan heb je een grotere kans dat het verschijnsel optreedt, maar ga je met je licht in de richting van het rode licht dan heb, is het mogelijk, afhankelijk van de soort metaal dat je gebruikt, dat het hele effect niet zichtbaar is. En dat vond men vreemd. Ja wat doe je dan natuurlijk als eerste? Dan ga je kijken wat gebeurt er als ik nou een hele felle lamp erop zet een hele felle rode lamp um, dan moet het toch wel gebeuren dat die elektronen loskomen nou wat bleek nou het, het geval te zijn hoe fel die lamp is is bij bepaalde kleuren van geen enkel uh, van geen enkele invloed want het hele proces van fotoelektrisch effect treedt dan gewoon dus nooit op en duurde eventjes voordat ze dit ook goed konden verklaren en de verklaring gaat als volgt je gaat als eerste uit van het feit dat licht energie bevat. Daarnaast kost het ook energie voor zo'n elektron om los te komen van uh, de plaat. Die energie die te maken heeft met het fotoelektrische effect, dat noemen we ook wel de uittredenergie. Nou, wat is nou het, uh, de puzzel die ze moesten oplossen? Waarom kan dat wel gebeuren met bijvoorbeeld paars licht, maar niet bij rood licht? Nou, zei op een gegeven moment Einstein, dat komt omdat die lichtenergie. Blijkbaar komt in pakketjes. De hoeveelheid energie per pakketje hangt af van de golflengte en hangt ook af van de frequentie van het licht. Licht met een hoge frequentie bevat per pakketje meer energie en daarmee is ook dus de kans groter dat het een elektron kan loslaten schieten. Want één elektron zal telkens maar één pakketje energie kunnen absorberen eh, om eventueel los te kunnen komen. Daarmee kun je ook meteen uh, het hele proces in een formule vatten, en die formule ziet er als volgt uit. Er komt dus blijkbaar een lichtpakketje aan, nou, dat uh, noemen we ook wel een foton, en op het moment dat het foton op het elektron valt, wordt de energie van het foton geabsorbeerd door het elektron, en het elektron zal die energie gebruiken om uit te treden. He, dus als de energie van het foton meer is dan de uittredenergie. Dan kan het elektron loskomen van de plaat, krijg je te maken met het fotoelektrisch effect. Mocht het elektron dan nog extra energie over hebben, dan zal dat automatisch omgezet worden in kinetische energie. Van twee van de drie energiesoorten in deze vergelijking hebben we ook een formule. En in formulevorm ziet die er dan zo uit. De energie van de foton kun je uitrekenen met H-F en de kinetische energie die is natuurlijk al lang bekend. Half mv-kwadraat. Dus bij het fotoelektrisch effect geldt altijd deze relatie. En hoe zit het dan met die uitreenergie? Ja, die uitreenergie is een stof eigenschap. Elke eh, stof heeft zo zijn eigen uitreenergie. En daarmee kun je hem ook opzoeken in binas. In binas tabel 24 kun je de uitredenergie vinden van een aantal veel voorkomende metalen. En de binas geeft niet alleen de uitreenergie, maar het geeft ook de frequentie die hoort bij die energie. En dat wordt ook wel de grensfrequentie genoemd, en ook de golflengte die hoort bij die energie. De grensgolflengte. En die drie zijn natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Op het moment dat je één van die drie weet, kun je altijd zelf de twee andere uitrekenen als dat nodig is. In filmpje 2 gaan we kijken naar een experimentele opstelling waarmee we metingen gaan doen aan het fotoelektrisch effect.